Ik, ik wil graag iets, iets bereiken, iets voor de samenleving bereiken, een betere samenleving. En dat gewoon door, door acties aan de basis van de grond te krijgen. Voor mij is de grote vraag: hoe krijg je mensen in beweging? Beweging dat ze vrijwillig meehelpen en er plezier in hebben om het samen beter te maken. Maaltijdmaatje is een organisatie, uh, dat kan ik het makkelijkste zeggen, uh, die uh, Tafeltje Dekje heeft overgenomen. En dat is uh, en nadat het twee jaar stilgestaan had, omdat er ge, uh, geen bedrijf meer was wat uh, het warm eten kon uh, verzorgen. En dat doet eigenlijk niet anders dat mensen die niet meer kunnen koken hè, omdat ze een lichamelijk gebrek hebben, omdat ze het allemaal niet meer begrijpen, of omdat ze zelf gewoon de pakketjes niet open kunnen krijgen. Eh, dat die dagelijks op de werkdag althans een warme maaltijd eh, thuis bezorgd eh, krijgen. En daar zijn twee componenten voor. Dat is een bedrijf dat het moet koken en er zijn vrijwilligers voor nodig die het rond moet brengen. En Waar ik me vooral mee bezig heb gehouden, dat is contact tussen het bedrijf en de vrijwilligers en het organiseren van de vrijwilligers. Dat er in een continu iemand aanwezig is, vrijwilligers aanwezig zijn om dat rond te brengen. En het gaat niet alleen om het eten. Wat ook heel belangrijk is, bij sommige mensen komen wij met de chauffeurs aan de deur en dan is de chauffeur die dan de maaltijd overrijkt, dat is de enige levende wezen die, ze die, dag, die men die dag spreekt. En dat blijkt ook wel, want een commercieel bedrijf nou die brengt makkelijk 25 dozen per uur rond. He, tjak, tjak, dat is uh, zo gebeurd. Uh, wij hebben al 15 als norm, en me meestal zijn het er nog wat minder. Wordt echt bewust uh, met de chauffeurs. En die chauffeurs die kunnen dat ook allemaal, die hebben zich daarvoor opgegeven. Wordt een praatje gemaakt, en dan hebben we ook in de gaten hoe het ermee uh, er staat. En dat heeft ook bewezen dat dat zinvol is. Want het gebeurt, is meerdere keren al gebeurd dat daar een signaal uitkomt, wat wij dan eh, toch meenemen. En daar hebben we een protocol voor, maar dat komt dan terug bij het Centrum voor elkaar. Dus de mensen die de, die de medische zaken regelen. En wordt dat neergelegd en daar wordt dan eventueel actie op ondernomen. En als je samen wat wil doen, dan moet je eigenlijk in mijn optiek organiseren. Dat je dus ook uh, bij elkaar komt. Hè? Dat je elkaar spreekt en dat je een gemeenschap wordt. En dat kan alleen van onderop. Daarmee wil ik wat er bovenaan moet gebeuren. Ik ben zelf altijd ambtenaar geweest en heb juist aan die bovenkant gewerkt. Hè, aan de organisatie, hè, heel abstract. Maar als je het aan de onderkant niet voor elkaar krijgt, krijg je nooit een gemeenschap. En ik zou zeggen, organiseer zoveel mogelijk per kern. Want wat ik ook geleerd heb, Bunnik is niet O'dijk en O'dijk is niet Werkhoven. Als je het hebt over die vrijwilligersorganisaties, die hebben allemaal hun eigen kleur en vorm. En ik vind, het, denk, ik vind het belangrijk dat je dat ook doet, want je moet het in de eigen cultuur, kan je het alleen van de grond krijgen.